verspilling en milieubelasting in de fashion-industrie. Dat moet volgens de organisatoren van het Green Fashion Event maar eens afgelopen zijn. Daarom vindt er aankomend weekend een eerste editie van dit festival plaats in het Honigcomplex. Van het weekend organiseren wij hier het Green Fashion Evenement. Het is een evenement waarin we wat meer willen laten zien over duurzame fashion. Dat gaan we doen door middel van een catwalk, marktkramen, workshops, komt kledingreparatie. En dat allemaal om te laten zien van, we kunnen ook op een andere manier met fashion omgaan. En welke manier is dat dan? De organisatoren van het event hebben een duidelijk doel voor ogen. En daar mag de Nijmegenaar natuurlijk niet in ontbreken. Ons doel is eigenlijk om te laten zien wat er in Nijmegen al op duurzame fashion gebeurt. Dus sowieso de bewoners van Nijmegen. En daarnaast ook gewoon een breed publiek die geïnteresseerd is in mode met een andere twist, zeg maar. We hebben scholen uitgedaagd voor een ontwerpwedstrijd. Zij zijn bezig geweest van wat is de kledingindustrie en daar wat meer over verteld, zodat het ook een educatief stuk is geworden. En enkele leerlingen die komen laten zien wat zij ontworpen hebben aan duurzame en gerecyclede producten, zeg maar, voor ons catwalk. En daarnaast hebben we een tentoonstelling van het ROC en van Karel de Grote. Die hebben eerder al duurzame stukken gemaakt en van gerecycled materiaal. Als consument is het best lastig om door de duurzame bomen het bos te vinden. Gelukkig is daar iets op bedacht. We hebben een groene route ontwikkeld. We zijn heel Nijmegen doorgegaan van waar kun je inderdaad duurzame producten vinden. Dus die groene route laten we ook zien op ons festival. En er zijn verschillende winkels. We hebben bijvoorbeeld Van Naturis, een modewaarhuis die heel erg let op de fair trade, duurzaamheid, zelfs biologische producten. Er gaat heel veel mis nog in de fashion-industrie. 10 oktober is ook de dag van de duurzaamheid. En van 10 tot 16 oktober is ook een hele week voor duurzame fashion landelijk georganiseerd. Iedere dag worden toch kleding gedragen. Dus het is belangrijk dat we daar misschien ook wat meer naar kijken van willen we het op deze manier blijven doen zoals we het doen? Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.